Welkom terug in hoofdstuk 8 van onze basistraining cryptocurrencies. In dit hoofdstuk gaan wij je uitleggen wat de belangrijkste coins zijn geweest voor het ontstaan van de cryptomarkt. Het zal niemand verbazen dat op nummer 1 uiteraard Bitcoin staat. Bitcoin is blockchain 1.0. Dit is de allereerste toepassing geweest van blockchain technologie en het is de eerste cryptocurrency. In 2008 is er door Satoshi Nakamoto een Bitcoin whitepaper gepubliceerd, waarin hij een peer-to-peer digital cash systeem beschrijft, zoals Bitcoin dat is. Wie Satoshi Nakamoto is, is eigenlijk het best bewaarde geheim van de crypto community. Het zou een groep mensen kunnen zijn, het kan één persoon zijn, man, vrouw, niemand weet het. Hij is anoniem gebleven en na de lancering van het eerste Bitcoin blok, het Genesis blok, wat is geproduceerd op 3 januari 2009 en wat dus de start is geweest van de Bitcoin blockchain, is hij nog heel kort betrokken geweest bij de ontwikkeling en heeft hij vervolgens afscheid genomen en is hij van de aardbodem verdwenen. Wie Satoshi Nakamoto is, dat zullen we wellicht nooit weten, want men weet ook niet of hij nog in leven is en ja, dit blijft waarschijnlijk het grootste raadsel van de crypto community. Na het ontstaan van Bitcoin zijn er natuurlijk een heleboel projecten geweest die gekeken hebben naar wat Bitcoin doet en hebben daar vervolgens ja, Bitcoin als het ware een soort van gekopieerd en daar een eigen implementatie aan gegeven. En dit noemen we Bitcoin hard forks of Bitcoin source code forks. Voorbeelden van Bitcoin forks zijn de bijvoorbeeld Litecoin en Bitcoin Cash. Dit zijn eigenlijk ook toepassingen van blockchain 1.0, dus bedoeld als digitaal cash systeem. Men zijn allebei afgeleid van de Bitcoin broncode, maar hebben ieder hun eigen implementatie eraan gegeven. En verschillen die je dan kunt bedenken zijn bijvoorbeeld een kortere blokinterval, grotere block size, noem het maar op. Wat dit precies inhoudt, als je het interessant vindt om te weten, dan adviseer ik je om de level 5 training met betrekking tot Bitcoin aan te schaffen en te volgen. Hierin gaan we heel diep in op wat een hard fork is, wat een soft fork is, wat een source code fork is, wat de gevaren zijn die erbij komen kijken. Kortom, we gaan dan echt de diepte in. De tweede coin die ontzettend belangrijk is geweest in de historie van de cryptocurrency is uiteraard Ethereum, oftewel de eerste implementatie van blockchain 2.0. Tot Ethereum was het niet mogelijk om complexe code uit te voeren op de blockchain, oftewel complexe programmatuur, waarmee je dus software kunt laten uitvoeren op de blockchain. Door de komst van Ethereum en de Ethereum Virtual Machine, de EVM, hebben we blockchain 2.0 en is het mogelijk om op de blockchain zogenaamde smart contracts of dApps uit te voeren. Ethereum heeft daarmee dynamiek toegevoegd aan de blockchain. Eigenlijk is Ethereum de eerste toepassing geweest die dit mogelijk heeft gemaakt en zijn alle coins die daarna zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld EOS, Cardano, Waves, noem het allemaal maar op, zijn allemaal platforms die hebben gekeken wat Ethereum heeft gedaan en vervolgens daar weer hun eigen implementatie aan gegeven met bijvoorbeeld een ander consensus algoritme. Nogmaals, wil jij de diepte in voor wat betreft de techniek hierachter, kan ik je echt aanraden om de level 5 training met betrekking tot Bitcoin te volgen en de level 6 training met betrekking tot Ethereum. Voor nu wil ik het hierbij laten en gaan we verder met het uitleggen wat nou exact een ICO is. Ik zie je graag in het volgende hoofdstuk.